De Technische Hogeschool in Delft was één dag regeringscentrum. Premier De Quay en de leden van zijn kabinet lieten zich voor het hoofdgebouw bereidwillig op een plantje zetten. Daarna volgde een bezoek aan het waterloopkundig laboratorium. De minister van Financiën, professor Zijlstra, en zijn ambtgenoot van Justitie, meester Beerman, luisterden met de andere leden van de ministerraad geboeid naar een uiteenzetting over de situatie in het Grevelingengebied, dat een belangrijk onderdeel is van het Deltaplan. Hoe de stromingen in de Noordzee worden gemeten, werd hier aanschouwelijk voorgesteld. Professor Thijssen gaf de bewindslieden daarbij uitleg. Grote belangstelling had het gezelschap ook voor de ontwikkeling van het reuzenproject van Europoort, het nieuwe havengebied op het eiland Rozenburg, waarvan een schaalmodel in het laboratorium te zien is. Staande op zwevende platforms konden de ministers zich hiervan een beeld vormen. In een model van de haven van IJmuiden wordt de stroomsnelheid gemeten met behulp van gewone papiersnippers. Het was een welbesteden dag voor de ministers die over vele belangrijke waterstaatkundige projecten werden voorgelegd.